is vandaag 8 april. Ik ga een zwangerschapstest doen. Oh, ik hoop echt dat het positief is. Amai. Goed, ik ben echt aan het shaken. Oh, die vrouw heeft mij dat uitgelegd bij de apotheek. Want het was een honger. Ik ben benieuwd. Oh, mijn batterij flikkert aan. Nee, en nee. Dan moet ik eerst nog een nieuwe gaan halen. Op Goede Hoop. Oh. Nu ga ik naar Wenen. Ik hoop echt dat het positief is, want we willen heel graag een kindje. We zijn er nu 3-4 maanden mee bezig. Dus we zullen zien, hè. Fingers crossed. En anders op naar de volgende. En hebben we er goede hoop in weer de volgende keer natuurlijk. Het zal wel zo gaan zoals het moet gaan. Oké, ik ga eerst snel nog een andere batterij onderhalen. Ik denk dat het al vrij duidelijk is dat het niet zwanger is. Ik moet nog wel 2 minuten wachten, maar dat is een vrij duidelijke 1 streep tot nu toe. We zijn vandaag 12 april. Mijn regels blijven nog altijd uit. Mijn vorige test was negatief. Maar ik ben kotsmisselijk de hele tijd. En ja, ik heb wel het gevoel dat ik mijn regels ga krijgen. Oké, voor de zekerheid ga ik zo'n Clear Blue test doen. Omdat die wel nauwkeuriger zijn. Dus ja. Let's be on it, hè. Ik hoop het zo hard. Mijn regels komen maar niet, maar ik weet het niet. Ik wil het zien. Ik heb het ook echt ijskoud. Oké, let's go. Het zal wel niet zijn, ik zal wel gewoon onmisselijk zijn omdat ik mijn regels krijg of zo. Ik weet het niet. Ik snap het ook niet. Ik ben zo misselijk. Ik zou niet weten van wauw. Dat is nog altijd. Ik heb geen idee van waar ik zo misselijk zou kunnen zijn of zo. Oh, hoe lang duurt dat? Maar oké, het gaat wel niks zijn. Mijn vorige was negatief. Het zou gek zijn als deze. We zijn wel 4, 5 dagen later. 5 dagen later. Hier staat het niet op. Oh, god, dat duurt lang. Okay, ik denk dat we 2 minuten verder zijn. Oh, niet zwanger. Oké. Okay. Waarom ben ik dan zo misselijk? Oké. Okay. Duidelijk. Is mijn gsm alles aan de orde? Oké. Goedemorgen. Het is vandaag 16 april.
Ik heb mijn maandstonden nog steeds niet. We zijn 4 dagen verder. Al heb ik nu wel weer het gevoel alsof ik die ga krijgen, maar dat heb ik al heel de week. Maar vandaag precies wel weer harder, dus ik twijfel als ik nog eens een test zou doen. Maar ik ga het toch doen. Proberen rustig te blijven, maar ik heb deze nacht echt bijna niet geslapen. Het is ook 7:45. Normaal sta ik nooit zo vroeg op. Het is 8:00 het vroegste. Ik ben om 30:30 opgestaan. Maar nu heb ik best wel weer fel het gevoel alsof ik mijn regels krijg. Dus ja, we zullen zien. Dan, als de test is niet zwanger, dan ben ik ook weer wat geruster dat mijn regels nog moeten komen, zeker. Maar ik ben altijd heel stipt, dus dat is heel raar. Oh, moet je niet met mij? Toch spinnen. Wie denkt ze dat? Oké. En ik krijg gewoon een kindje. Baby Magaloop. En echt heel zot, maar ik droom al een paar nachten dat ik een kindje krijg op kerst. En dat ik nu 2 of 3 weken zwanger ben, wil zeggen dat ik rond 2 april ergens bevruid ben. En dat ik dan uitgerekend zou zijn op 24 december. Oh my. Oh, ik wil liefst dat tegen iedereen vertellen, maar ja, dat kan ik moeilijk doen. Voor ik mijn thee en zo drink, ga ik toch nog een test halen. Oh, voor de zekerheid, ik weet niet. Oh, ik zou nu willen dat tegen iedereen vertellen en dan zo. Allee, iedereen. Maar ja. Kijk, ik ben. Hey katjes! Jullie horen de grote broer en grote zus! Oh my god. Typical
Catmom. Eens kijken, mijn zwangerschapstest is nog altijd positief. Ik ga er nog een gaan halen. Gewoon zo voor de zekerheid. Voordat ik ook zo Niels en zo blij maak. Oh god. Oké. Okay. Maar ja, oké. Okay. Ik verwacht nu niet dat deze negatief gaat zijn, hè. Allee. Dat zal niet kunnen, denk ik. Hoop ik. Oké, hij is aan het laden, maar er staat al een plusje. Alleen de weken moeten er nog bij. Oh my god. Baby.